Nou, mijn onderzoek gaat over het gebruiken van wiskundige methoden zoals speltheorie en graaftheorie om terroristische netwerken te analyseren. Nou, we zijn natuurlijk begonnen met het doen van een literatuuronderzoek. Dus we zijn eens gaan kijken van wat is er nu eigenlijk al op dit gebied. Daarbij kwamen we eigenlijk al tot de conclusie dat er veel minder gedaan is op dit gebied dan wat je zou verwachten. Zeker gezien de interesse die er is voor terroristische en criminele netwerken in de laatste jaren. Dus nou, dat was voor ons een extra motivatie om daarmee om dat op te pakken. En toen hebben we dus een aantal modellen ontwikkeld waarmee we dit soort netwerken kunnen analyseren. Maar waarom zou wiskunde daarin bij kunnen helpen? Nou, een van de mooie dingen van de wiskunde is dus dat er een aantal gebieden, stromingen binnen de wiskunde zijn eigenlijk, die zich al heel lang bezighouden met het bestuderen van netwerken. En denk daarbij aan graventheorie. Maar ook met de strategische interactie tussen personen en individuen. En dat is dan voornamelijk de speltheorie. En die wiskundige theorieën die zijn heel goed ontwikkeld. Alleen het interessante is dat zij zich eigenlijk nooit echt hebben bezighouden met dit soort fenomenen als terrorisme en criminaliteit. Dus zij richten zich vaak op andere soorten netwerken of andere soorten interactie. Wat kun je concluderen uit je onderzoek? Nou, er zijn een aantal conclusies die we kunnen trekken. Een van de conclusies is aan de hand van een bepaald model wat we hebben gemaakt voor de structuur van een terroristisch netwerk. Waarbij we een analyse hebben gemaakt van wat is nou eigenlijk het effect van het verwijderen van centrale personen in zo'n netwerk. En dat is iets wat in de praktijk gebeurt, bijvoorbeeld in het Afghaans-Pakistaanse berggebied op dit moment. Hè, waarbij ze met onbemande vliegtuigen terroristische leiders proberen uit te schakelen. Nou, een van de conclusies die wij trekken is dat die acties, dus het uitschakelen van centrale figuren in dat soort netwerken, dat dat eigenlijk wel eens negatief kan uitpakken voor de structuur verandering van zo'n netwerk. Dus dat misschien helemaal niet zo'n goede tactiek van ons is, omdat die structuur van het netwerk dusdanig verandert, dat zij beter in staat zijn om te overleven. Maar als die structuur verandert, dat zit dan niet verweven in een van de theorieën die je ontwikkeld hebt? Nou, dat zit dus juist wel in die wiskundige modellen die wij maken. Dus we analyseren de structuur en we kijken dan, oké, als er een centrale persoon uit dat netwerk wordt genomen, hoe verandert dan die structuur? En dat hebben we dus gekwantificeerd. En het blijkt dus dat verwijderen van die centrale personen. En ik moet zeggen dat nu gebeuren dat soort acties voornamelijk gebaseerd op meer alpha-achtige theorieën. Dus theorieën van charismatisch leiderschap en zo. En niet gebaseerd op kwantitatieve theorieën. Maar als je dus die kwantitatieve theorieën gebruikt, zoals wij die ontwikkeld hebben, ja, dan kom je dus tot andere conclusies van wie je zou moeten verwijderen dan als je het doet zoals het op dit moment gebeurt. We zijn er dus eigenlijk achtergekomen dat die data die beschikbaar is binnen overheden, maar ook in de academische wereld voor een klein deel, dat die bestaat niet alleen uit wie met wie communiceert. Hè, dus dat is vaak de netwerkdata, welke persoon met welke persoon in contact staat. Maar vaak is er veel meer informatie beschikbaar. Denk daar bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een persoon bij een trainingskamp in Afghanistan bijvoorbeeld. Of andere soorten data, zoals de GPS-locaties van waar hij geweest is met zijn mobiele telefoon. Nou, en die data wil je dus ook eigenlijk meenemen in je kwantitatieve analyse. En wat we in ons onderzoek waar we zijn achtergekomen is dat je met behulp van speltheorie wel die data goed kan modelleren. En dus veel realistischere uitspraken kan doen over de centraliteit, de belangrijkheid van een persoon in een terroristisch netwerk. En de standaardtheorieën die al gebruikt worden, die maken er eigenlijk helemaal geen gebruik van. Die kijken alleen naar die netwerkstructuur. En dus zou er op een andere manier actie ondernomen kunnen worden en effectiever? Ja, dus je kan meer van de data die je hebt kun je gebruiken in je analyse. En dus kun je zeggen dat je analyse betrouwbaarder is. En natuurlijk zou je het altijd moeten vergelijken met gewone kwalitatieve analyses van analisten en mensen in het veld die gewoon het fenomeen heel goed kennen. Maar als jij dus ook op een kwantitatieve manier de hoeveelheden data die je hebt ook nog kan analyseren, en dat kan dus met speltheorie, nou, dan maak je een extra slag en dan heb je gewoon wat winst. Is deze theorie echt baanbrekend nieuw in de wereld om op deze manier dit probleem te benaderen? Nou, dit specifieke probleem waar we het nu over hebben, dus het gebruiken van speltheorie om een betere centraliteitsanalyse te maken, is niet baanbrekend in het algemeen. Maar de toepassing op het terroristische fenomeen, dat is wel nieuw. Dat is gewoon, dat hebben we nog nergens gezien in de wereld.
En ja, ik ben in Amerika geweest, ik ben in Londen geweest, ik heb gesproken op conferenties. En daar is men heel erg geïnteresseerd in deze speltheoretische benadering. En voor een deel komt dat omdat de speltheorie in die wereld gewoon vrij onbekend is.